Jawel mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Bedankt voor het liken, delen en abonneren van de vorige vlogs. De winnaar van de bal met de handtekening van SBMG, die komen nu in beeld. En vandaag heb ik twee bijzondere gasten. Ze breken bijna door. De een speelt met zijn hart en werkt voor een grote toekomst wat God hem toekomt. De andere is zo snel als Ryanair en voetbal met flair. En dit is geen Fatou man, want ik heb het hier over... Omratu en Trot man. Jawel, jawel, jawel. Het is geen Fatou man. Dankzij die puzzel. Hey boys, Fakka, hoe is het met jullie? Ja, lekker man. Hey boys, jullie zijn twee goede vrienden hè? Zeker. Een beetje rivaliteit onderling als je FIFA speelt? Zo, ja, echt ziek, wel. Ziek. Veel, heel veel. Wie wint er meestal? Ik natuurlijk. Wow, is dat is geen vraag. Dat is toch geen vraag. Kom op zeg. Ik weet niet wat spelletjes toch dan. Hey boys, dan gaan we vandaag even checken man. Wie gaat winnen en zo, ja? Yes. Ready? We gaan het zien. Zeker. Godfried en Ryan, we gaan ze even beter leren kennen. Ze spelen allebei bij de belofte van FC Twente. Ik zeg, let's go. Yes boys, lievelingseten. Pasta. Roti. Je favoriete liedje? Migos Slippery. Fieke dude. Fieke dude, lekker man. Je goede eigenschap? Beleefd. Eerlijk. Je slechtste eigenschap? Ongeduldig. Lui. Je favoriete voetballer? Ronaldo. Thiago. Je favoriete trainer? Guardiola. Guardiola. Je favoriete boek? The Secret. Is geen boek, man. Lievelingsauto? Porsche Panamera. Panamera. Favoriete film? World War Z. Fast and Furious. Ik zou graag op vakantie willen naar... Thailand. Lekker man. New York. Favoriete dier? Cheetah. Cheetah? Ja, cheetah. Tijger. Ik ben zo ook een beetje tijger, of niet? Wiskunde of scheikunde? Nee. Nee, wiskunde. Dan wiskunde. Mensen stop. Mensen stop, wacht even. Ryan zegt gewoon wiskunde. En wat zei je net tegen mij, Ryan? Dat ik geen wiskunde kan, maar als ik kies tussen wiskunde of scheikunde, dan zou ik toch wel wiskunde gaan. Oké. Wiskunde of scheikunde? Wiskunde. Als ik Godfried niet zou kennen en ik zou hem zien lopen, dan zou ik denken dat hij... pizza bezorgen was. Als jij Ryan zou zien lopen en je zou hem niet kennen, dan zou jij denken dat hij... wiskunde leert. Nee. Ik wilde gewoon even wat skills laten zien van de boys. Maar Godfried, kom in één keer. Two touch, oh als je tik, dit en dat. We gaan beginnen even, kom maar. Let's go, kom maar. Wat was dit? Wie is dit? Zijn eigen idee. Maar broer, hij heeft de drie gekregen. Zijn eigen idee, kom op. Dat zo. Oh, wat doep, hè? Ah. Oh, oei, oei. Jawel, we zijn er nog steeds. We gaan nu een spel doen. De boys gaan aan beide kanten staan en dan moeten ze de bal door die drie gaten heen schieten. Boys, hoe... Hier ziet hoor. De grote ronde cirkels. 1 punt, de middelste, 2 punten. We gaan tot 6. Ready? Let's go! Oh, 1. Oh! Ik heb geen idee. Hij moet wel weer, maar hij gaat niet weer. Ik heb geen idee.
Oh, 4-4. Ja, ja. Op het nippertje? Dat niet hoor, nee, easy. Oh, was 4-4. 2 punten, ja, maar ik maak het nog even spannend. Ik maak het nog even spannend, maar... Je fixt dat, hè? Tuurlijk. Godfried, je kan niet tegen kiezen. Weet je wat het is, broer? Ik heb net gewonnen, toch? Met die 2 touches, ik dacht... Maar dat was geen challenge. Ik laat hem nu even winnen. Ik kan niet een beetje blij zijn, weet je toch? Nou, is klaar met hem, man. Ik ga die jongens even laten zien hoe je het in één keer moet doen. Zonder te knippen en te plakken, gewoon one shot. Bruh. Hey. Bruh. Laatste kans dan, nog eentje. Oh, ze gaan mij uitdagen. Welke dan? De middelste? Middelste. Dat is makkelijk voor de middelste. Bruh. Ja, just close. Hi, Oer. Jij toch? Oer is nu even weg. Als hij terugkomt, gaan we even een panna proberen te maken. Zeg alvast sorry. Zeg nu alvast sorry. Maar die panna die gaat er komen, die bro. Gaat er echt komen, sorry. Ai. Jij gaat filmen toch? Ja. Ai. Hadden ze niet moeten doen. Had hij niet moeten doen. Had hij niet moeten doen. Na die panna net van... Van Ryan heb ik besloten om deze challenge mee te doen. Ja, want dat kan ik niet toelaten natuurlijk. Maar goed, we gaan het zien. We gaan nu een crossbar challenge doen. Degene die niet aan de beurt is, die gaat daar op de zijkant van de 16 staan. En mag de ballen uit de lucht schieten van degene die op het lat schiet. Duidelijk, boys? Yes. Ze hebben allebei 5 pogingen. Maar degene die aan de zijkant staat, raak je die bal uit de lucht, krijg je poging extra. Ready? Yes. Let's go. We zijn nu klaar. Ik ga nu beginnen. Ryan heeft me net heel stoer even een panna gegeven terwijl ik aan het tillen was. Weet je, toen heb ik gezegd, ik doe even mee met de crossbar challenge. En ze mogen mijn bal ook uit de lucht schieten. En niet alleen, en kijk gewoon met z'n tweeën. Hij heeft er maar 1 geraakt. Let's go. Ik zeg eerlijk, ik wil het echt graag willen nu. Ik wil het echt graag willen. Man, grote baardjes, dit en dat, hè? Ja, wie heeft gewonnen dan? Wie gaat er nu branden? Oh! Yeah. Willem branden, Ron! Hè? Willem branden! Wat moet ik geven? Ja. Ik mocht allebei 1 keer met Willem brand geven. Ja, ik ga je gewoon eigenlijk hebben. Gaat het wel? Ah, jammer, echt. Geluk gaat, hè? Ja. Maar je hebt nog gewoon 2 keer nu van Godfried gewonnen, hè? Ja, maar ik zei het vanaf het begin al, ik ga er winnen. Heb ik al gelijk gezegd, maar ja. Ja. Geen woorden. Hey, Godfried, ken jij zijn favoriete nummer? Geen idee. Waar nee. We gaan het luisteren, let op. Gooi hem er even op, man. Ja. Ik ga mijn haar draaien, jongen. Thank you.
Pop the perk and just to start a pop. Pop two coats of purple just to warm up. Two coats of drink. I heard your bitch, she got that water. Splash, drip, drip, splash. And you can bet on me. Yeah, what's up? Wat is jouw favoriete nummer? Hey boys, not all about a cappella. Freestyle. Ik kan wel zingen. Ryan? Nee, ik kan niet zingen. Hoe is Ryan? Nee, ik kan echt niet zingen. Hoe is Ryan? Even serieus, hoe hij er ook komt, dat ik kan zingen, maar dat is echt niet zo. Jawel, ondertussen zijn we aangekomen in de stad. De boys hebben dadelijk 5 minuten om zoveel mogelijk panna's uit te delen. En je zag het net al. Beetje warm. Ja, een beetje warm op. Hoe ga je er geven in 5 minuten, Godfried? Zoveel mogelijk natuurlijk. 15, 10. Oh, hoeveel? 15, 10? Dat is te veel. 15. Ja, ik weet het. Ik zeg heel eerlijk, Ryan. Ja? Je bent echt een toffe gozer, ja. Maar ik ben nu alleen voor jou, man, Godfried. Hij heeft mij een sneaker chip aan naast. Ik moet even terugpakken. Even terugpakken. Win alsjeblieft deze challenge van hem, man. Win hem alsjeblieft. We gaan beginnen. Wie begint er? Steen, papier, schaar? Wie begint dan? Wie heeft gewonnen? Ja, ik heb gewonnen. Wil jij beginnen? Nee, eigenlijk niet. Je mag kiezen. Ik begin jij, man. Godfried, ready? Ready. Let's go. Ja. Nee! Nul panna's. Ja, ik heb het in doen is. Gaan we lopen. Lopen, ja, kijk. Oeh! Eén? Eén, ja. Oeh, Godfried komt los. Oeh! Oeh, ja, dat was er een. Nee. Dan zet ik je toch erbij. Oeh, vier. Oeh! Die was gruwelijk. Hey. Je chapt je gewoon, hoor. Nee. Hey, Joe. Hey, Joe. Ja, hoor, doen. Nee, nee. Kijk, wat is er weer op hier gaan? Hoe lang nog? Oh. Oh, hij is tegelijk. Oh. Haast te wachten, dit is zo gebeurd, hè? Zeg het nogmaals, easy. 5 minuutjes, hè? 5 minuutjes. Ja. Oeh, dat was hem. Ooh.
Willem van vandaag. Oké. Lekker man. Alweer de winnaar. Jawel mensen, je hebt het gezien. Ryan heeft alweer gewonnen. De grote winnaar van vandaag. Maar Godfried heeft een groot hart. De bal met de handtekening van Ryan en Godfried, die kun je winnen. Laat een leuke reactie achter. Vergeet niet te liken en te abonneren. En ik laat de laatste inspirerende woorden over aan... Ja, mij? De winnaar. Doe je best. De winnaar of hard werken. En dat komt dus vanzelf. Hè? Ryan, nog laatste woorden. Heb plezier in wat je doet. Geniet van het leven. En win altijd. Win altijd. Bedankt voor het kijken. Hoe sluiten we af? Ciao! Ciao!